eerste thuiswedstrijd op zondag van dit seizoen werd gespeeld onder natte, kille weersomstandigheden. Trainer Hans Kraaij junior begon met spelers als Mo Bendadi en Mo Ayag in de basis naast Abdarrahim Loukili. De gasten uit Groesbeek begonnen heel sterk aan de wedstrijd en met succes, want binnen 4 minuten was het al raak. Na balverlies aan FC Liendezijde kon de treffers over links snel doorbreken. De scherpe voorzet van links werd ongelukkig geraakt door Leon Broekhoff, waardoor de bal in eigen doel belandde. Aan Liendekant waren Erik van Eem, Edwin de Kruijf en Wouter de Vogel wegens blessures niet inzetbaar. De eerste doelpoging van FC Liende viel ongeveer in de 12e minuut te noteren. Abdarrahim Loukili zag zijn schot ruim naast gaan. Hoofdtrainer Anton Jansen van de Treffers bekijkt het allemaal vanuit een natte dugout. In de 35e minuut viel toch wel onverwachts de gelijkmaker. Mo Bendadi kon al koppend de bal bij Mo Ayag krijgen, die van dichtbij scoorde. Hier de voorzet van Mike Vreekamp, die dus Bendadi bereikt. En Mo Ayag rolt hem heel makkelijk het doel in. In het vervolg van de eerste helft claimde de thuisclub een strafschop nadat topscorer Loukili onderuit werd getrokken in het strafschopgebied. Scheidsrechter Bronsvoort wilde van niets weten en wuifde tot groot ongenoegen van FC Lienden de overtreding weg. Trainer Hans Kraaij junior hield ondanks zijn muts toch het hoofd koel. Dan een vrije trap van Lienden tegen het einde van de eerste helft. En deze aanval wordt ongedaan gemaakt door de treffers. En er komt een snelle uitval. Een fraaie aanval, deze fraaie aanval, werd doeltreffend afgerond. Waarbij de FC Lienden defensie onder leiding van Jan Schimmel wel heel veel ruimte aan de tegenstander liet. Robin Jansen van de Treffers hier dolblij na die misscherpe counter van Meeuwse, die de 1-2 betekent. En nog geen al te blije gezichten op de tribune bij Lienden supporters. Na rust liet FC Lienden zich onmiddellijk gelden. Zo ging een fraaie volley van Loukili net naast. FC Lienden ging steeds meer druk zetten en trainer Hans Kraaij junior besloot zowel Jordi van der Laan als Mark Vennebeumer in te brengen. In de 71e minuut werden de inspanningen van FC Lienden beloond. Uit een corner van Abdarrahim Loukili kopte Mo Ayag op de lat, waarna Jermo Wilsterman de bal uit de rebound binnenwerkte. Of de bal daarbij de doellijn gepasseerd had, was onduidelijk. Maar niet voor de assistent scheidsrechter, die onmiddellijk een duidelijk signaal van doelpunt gaf, waarop scheidsrechter Bronsvoort gedecideerd het doelpunt toekende. In de slotfase van de wedstrijd, die de nodige rommelige fase kende, streden beide ploegen voor de winnende treffer. Het bleef hierdoor tot het einde vooral spannend. En beide ploegen kregen ook nog een mogelijkheid om de 3 punten binnen te halen. Na 4 minuten blessuretijd viel het eindsignaal en beide ploegen moesten met een gelijkspel genoegen nemen. Een terechte uitslag op grond van het wedstrijdbeeld. Door dit resultaat is FC Lienden teruggevallen naar de 12e plek op de ranglijst. Okay.
Aanstaande zaterdag is er alweer een mogelijkheid om het puntentotaal wat op te vijzelen. Dan is om 6:00 s'avonds de thuiswedstrijd tegen het dit seizoen verrassend sterk presterende AFC uit Amsterdam.